Wauw, wat ben jij cool. Het heeft aardig wat voet in de aarde gehad. Wie verzint dit? Maar nou zie ik het en ik vind het best wel stoer. En dan dat uber spannende moment. Goedemorgen! Het is zaterdag en we hebben enorm uitslagen. Mag ik hier? Nou, op je arm dan. Ja, anders toch? Zo is het hier recht. We zijn tatoeages op Sarah aan plakken, maar ik moet je zo even laten zien. We hadden er eentje verkeerd gedaan. Ja, we hebben de tekst dus. Ze heeft bij de Kentucky tatoeage, maar die zit ons boven. Ik zeg, maar dat is goed, want als je zo leest, zelf, dan kan je het altijd lezen. Oké. Hè? We houden het glas graag half vol. Ja, dus KFC. 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 U stelt aan. Nou, ze gaan wel echt heel makkelijk. Zullen we Haley Harman dan vol doen? Ja. Nou, vooruit. Doe maar voor een keertje. Kom maar, welke nu? Moet je wel komen? Neem ze maar mee. Welke? Die. De meneer. Waar doen we die dan? Op de hand. Op je hand. Nee, op je hand vind ik altijd heel vervelend. Want als ze dan gaan slijten... Hier. Dan zit je er altijd hier, naar tegenaan te kijken. Ja. Hier. Dan lijkt je net zo'n getatoeëerde zeeman. Maar dan met Kentucky. Tatoeages. Kijken. Je moet stilstaan. Het zijn wel de beste tatoeages om op te plakken ooit. Want normaal gaan ze veel moeilijker. Deze gaan echt goed. Moet daar ook nog een tekst doen ergens? Ja. Waar moet de tekst? Wil je die? Boven de man. Okay. Hier. Nu hebben we hem recht. Zo. Nee. Andersom gaan. Nee? Dan ook ondersteboven. Nee. Ja, nu was het goed. Dit is niet ondersteboven zo. Maar je hebt deze echt goed gemaakt. Want we doen natuurlijk al vaker tatoeages. Maar die gaan er echt heel moeilijk af soms. En deze gaan echt... Makkelijk. Ja. Je moet deze 20 keer doen. En ze hebben een scheurvel gedaan, dus je kan ze gewoon afscheuren. Heb je 20 keer gedaan? Nee, maar kijk hoe goed deze gaan. Ik heb echt nog nooit gehad dat ze zo makkelijk gingen. En nu wil ik deze. De bucket. Waar moet de bucket? De bucket. Ik zou nog één aan die kan doen en dan de rest aan die. En dan heb je er 4 op elke arm. Hier. Nou, dan doe ik hem net hier. Zo een beetje, zo. Doe hem hier. Ja. Want daar heb je een knik in je arm. En dat is wel lastig. Dan kan je hem niet mooi erop... Maar daar heb ik toch recht. Maar je kan je arm toch niet mooi bouwen. Dan krijg je ook rimpels. Kijk hoe makkelijk deze gaan. Ik vind ze echt top. Okay. Dan hebben we een kipstuk. Waar wil je die? Hier. Daar, een beetje zo. Zo. Hier. Oh, zo. Schuim. Ja. Mag de volgende schuim? Ja, die mag. Lippen. Waar wil je die? Die bovenarm, denk ik. De lippen wil ik hier. Zo. Ik doe hem net een klein tikje hoger, maar het komt goed. Maar dat is de knik weer. Ja, daarom doen we hem net erboven. Zo. Zo. Ja. Schuim. Ben je stoer zo, zeg. Zo. Wacht, mag ik even? Ja. Zo. Ik ga haar sieren. Blijf heel even stilstaan. Niet wibbelen. Goed. En een klein beetje meer. Laat het op mijn papiertje. Zo, dan gaat hij beter. En met een beetje droog. Mijn tatoeage. Ja, anders plakken ze niet. Zo. Ging alle tatoeëren maar zo makkelijk. En je hamburger, dat is de laatste. Ja, die moet ook weer schuin. Dat is niet te kijken. Zo is die recht. Zo. Dat is mooi. Nee, allemaal. Zo. Ja. Nee, dan is die schuin. Echt waar. Oh ja. Het puntje is dan recht, maar het plaatje staat er schuin op dan. Het komt dat het scheurvlakjes zijn. Dus nu is die zo schuin. Even kijken hoor. Is het nog net nat genoeg? Ja. Biertje.
Wauw, wat ben jij cool. Sarah is vandaag een mega stoere chick. Kijk in die andere arm. Wauw, je bent helemaal getatoeëerd. Ja. Voel je helemaal stoer? Mm-hmm. Maar ik vind het er wel een beetje gek aan hier. Ja. Je hebt een hele nette jurk aan en dan heel stoer getatoeëerd. Maar ik ben blij dat ze eraf gaan, want ik vind je mooier zonder. Maar ik vind het heel cool. Ja, en ik cool. Heb er ook aan. Ja, misschien krijg je een henna-tatoeage. Ja. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Daar ben ik niet bezig. Je zei dat het mocht. Ja, maar het mag van mij. Maar we moeten even kijken of het doorgaat. Oh, ik loop nog steeds in mijn pyjama. Maar ik hou ervan als ik ga schoonmaken om dat lekker in mijn pyjama te doen. Dan pyjama en een wasdouche. En dan gewoon fris. Al ben ik pas halverwege, maar het wordt altijd een douche. Hi. Sarah die is lekker aan het buiten spelen met de vriendinnetjes. Dus dat is helemaal leuk. Het is heerlijk weer. Ah, ze roept je. Wilde je wat vragen? Ja. Wat wilde je vragen? Mag ik iets drinken? Ja, weet je waar het staat? Ja. Ja, dan mag jij het pakken. Goed zo. Het heeft aardig wat voeten in de aarde gehad, maar ik ben aangekleed. Het lukte elke keer niet. Want dan kwam Sarah weer binnen, dan kwam Sarah weer binnen. Toen kwam Mila met nog een ander vriendinnetje, heel de tijd. Dus ik ben denk ik anderhalf uur bezig geweest voor het me eindelijk lukt om te douchen. Maar goed, ik heb dit jurkje vandaag aan van Warehouse, lekker blote voeten. Want ik ga de deur niet uit, er is toch niet heel veel te doen. En ik ga nog verder met alle zooi in huis. Ik kan zo niet wachten tot die verbouwing klaar is, echt. Sarah ligt op bed en we waren tv aan het kijken. En we kijken Oh Wat Een Jaar. En ik zag zoiets grappigs en ik dacht eerst, wie verzint dit? Maar nu zie ik het en ik vind het best wel stoer. Dit is ballet op skis. En ik dacht eerst, nou wie verzint dat? Maar kijk gewoon. Hé, hey, dit is gewoon echt cool als je dit kan. Ik vind het zo bizar. Maar ik wil dit gewoon ook kunnen. Dit is toch cool? Kijk dan. Hoe dan? Serieus, ik ben al blij dat ik gewoon goed naar beneden kan skiën. Dit is echt de coolste sport ooit. En dan dat uber spannende moment. Of de persen kan rijp genoeg zijn. Ik vind ze namelijk echt niet lekker als ze niet rijp genoeg zijn. Maar het is altijd een spannend dingetje. Ik ben alleen vergeten, ik pak altijd een papiertje erbij. Want ze lekken altijd zo en dan zit alles onder. Dus even een papiertje pakken. Zo, we gaan het proberen. Oh, ik hou zo verschrikkelijk van wilde perziken. Ik vind ze zo lekker. En die kan ik echt blijven eten. Vanochtend waren ze echt nog te hard. En dan vind ik ze echt niet lekker. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze nu zijn. Zijn goed. Dus ik ga even drinken eten nu. En dat is mooi, want deze kan ik echt heel de dag weer eten. Samen met ander fruit, dus dan eet ik tenminste een stuk gezonder weer. Ik ga lekker mijn bedje in. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een leuke reactie en een duimpje achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik dan even op abonneer hieronder. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!